Als je knijpt namelijk, dan gaat het allemaal vanzelf weg. Een autootje van hout maken, energie opwekken door te fietsen of een eigen stop-motion video creëren. Het kan allemaal op het Tech & Play Kids Festival dat plaatsvindt in het beursgebouw in Eindhoven. Ik begrijp dat we nu een stop-motion filmpje aan het maken zijn. Dat je onder de tafel laat je kleine beestjes stap voor stap bewegen. En door elke keer een foto te maken, creëer je een soort kort filmpje. Ja. Waarom zijn jullie naar deze beurs toegekomen? Omdat hij heel erg van techniek houdt en van verwondering. En van alles wat hij nog niet kent. En ja, we willen hem ook heel erg graag prikkelen. Het Techniekfestival is voor de derde keer georganiseerd en speciaal voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wij willen aan kinderen meegeven dat ze een leuke dag hebben in eerste instantie. Maar ook dat ze een eerste kennismaking hebben met techniek en maken. Dus dingen maken, creativiteit. Op een hele laagdrempelige manier. Dus dat ze naar huis gaan met het idee van, oh, dit kan ik ook. En nou, wie weet, in de toekomst ga ik daar iets mee doen. Ze moeten 10 watt opwekken door tegen elkaar te strijden wie het eerste die 10 watt heeft opgewekt. En ondertussen worden de lampjes daarmee aangestuurd. De meeste kinderen hebben deze week vakantie en gaan er dan ook samen met familieleden heen. Ik hou zelf van techniek en mijn neefje ook wel. Ik vind het ook belangrijk dat ze in aanraking komen met techniek. Dus vandaag gaan we eens op zo'n leuk evenement kijken wat we kunnen leren en experimenteren. Wat ik leuk vind om met dingen te spelen van, en dingen te zien die ik nog niet weet. Ja, ik vind het heel leuk. Ook al zie ik nog maar één ding, maar dit lijkt op mij ook al heel leuk. Wat ben je nu aan het doen dan? Proefjes doen. We kregen een houten plank en 4 wieltjes. Je moest erop timmeren en daarna mocht je versieren zoals je wou. Waar is het lijfkondom? En dan aan het eind van de dag ga je met je eigen creatie en meer kennis over techniek naar huis.